Dan krijg je het verhaal van, van Willem. En hij wordt dan opgevolgd door Maurits. Maurits wordt vaak in één adem genoemd met Onder Barneveld. Waren zij belangrijk voor het volk, voor de economie? Ja, ik denk het wel. In deze periode had je echt een ontzettend goede legerleider nodig. En Oranje was een hele goede legerleider. Maurits was dat ook. En Maurits die werkte ook nog samen met Willem Lodewijk, die stadhouder was in Friesland. Ja, en dat was echt essentieel om te zorgen dat Nederland onafhankelijk kon worden. Want als Nederland niet onafhankelijk was van Spanje, dan kon die economie ook niet zo opbloeien zoals het uiteindelijk is gekomen. Want je had echt eenheid nodig, je had echt een onafhankelijk land nodig.